In deze clip wil ik laten zien hoe je op een camera in het EOS R-systeem van Canon meer controle krijgt over het wisselen tussen de EVF en het LCD-scherm. Het is zo dat een spiegelloze camera die heeft eigenlijk twee elektronische zoekers. Dat is de gewone oogzoeker en het LCD-scherm. Dat zijn allebei LCD-paneeltjes. En een aspect daarbij is dat ze niet allebei beeld tegelijkertijd weer kunnen geven. Dat is op zich geen probleem, want elke spiegelloze camera heeft een sensor bij de oogzoeker. Op het moment dat je die camera tegen je oog houdt, gaat het LCD-scherm uit en gaat de EVF aan. Dus dan kun je gewoon de oogzoeker gebruiken, haal je de camera weer van je oog af, van je hoofd, dan zie je dus dit. Maar je ziet dan wel dat wanneer ik er met mijn hand voorkomt, dan gaat die ook uit. Nou, wanneer kan dat een probleem zijn? Dat is in deze situatie. Stel je bent macro aan het fotograferen of een close-up of iets vanaf statief of ja, wat dan ook. Dat je je schermpje niet helemaal uitgeklapt, maar een gedeeltelijk uitgeklapt hebt. En je wilt nu een autofocuspunt aangeven. Kijk, dat kan nu makkelijk met mijn linkerhand, want dan ben ik ver genoeg verwijderd van die sensor. Maar doe ik het nu bijvoorbeeld met deze hand, je ziet, hey. Of stel ik wil een menuoptie wijzigen en ik kom met mijn hand in de buurt en net wanneer ik het wil aantikken gaat die uit. Dat kan storend zijn. Nou, we zijn al meteen in het menu waar we dat kunnen gaan aanpassen. En dat is bij weergave instellingen. Dat is in het gele menu. En wanneer ik daar eens op klik, dan kun je zeggen van nou moet die display instelling, hè, het wisselen tussen, moet dat automatisch gebeuren of moet het handmatig gebeuren. En je zegt nou doe dat maar handmatig. En waar moet die dan op staan? Dan zeg je op scherm. Zo. Je kunt scherm en zoeker kiezen, maar je zet hem op scherm. Dat is leuk. Kijk, want wanneer ik er nu met mijn hand voorkom, gaat die niet uit. Dus ik kan nu makkelijk het scherpstelpunt veranderen. Maar als nadeel heeft dit, wanneer je nu de camera naar je oog brengt, ja, dan is dit zwart. Dat gaat niet aan. Dan blijft de LCD aan. Dan zou je dus weer naar die menuoptie moeten. Hè? En daar moet je dan dat op automatisch zetten. Ja, om dat op te heffen. Ja, dat is natuurlijk geen doen. Goed, dus wat gaan we doen? We laten hem maar eens op handmatig staan. Zo, we laten hem op scherm staan, want dat is wel handig, want dan zien we in ieder geval daar iets en niet daar. En wat moeten we nu doen? Nu gaan we naar de aangepaste bediening. Elke EOS-camera heeft tegenwoordig aangepaste bediening, zeker die spiegelloze camera's. En dan ken je bediening overig. En in optie 5, dit is een EOS RP, ja, zie je knoppen aanpassen. Nou, en wat is nou dat knoppen aanpassen? Dat heeft een kolommetje voor de foto en een foto voor video. Nou, we zijn met foto's bezig. En we zeggen nou hierbovenop, daar zit de FN-knop. Daar gaan we iets aan toekennen wat er nog niet aan toegekend is. En hier hebben we die FN-knop. En wanneer je dan zegt oké, en je bladert door al die opties, dat zie je hier allerlei opties. Ja, dan kom je een optie tegen en die heet schakelen tussen VF en scherm. VF is zelfs EVF. Dat is zo'n tekentje van zo'n beeldschermpje met twee streepjes links en rechts. En wanneer je daar nou op klikt, zo, hup, en je bent nu met je hand ervoor, dat is geen probleem. Stel ik wil omschakelen van hem naar hem, dan hoef ik niet naar een menu, dan druk ik op die MFN-knop. Ja, je ziet nu niks, maar dat komt, nu staat het beeld hierop. Druk ik weer op die MFN-knop, dan komt hij weer terug. Dus zo heb je een knopje op je body, ja, waarmee je dus makkelijk kunt schakelen. Dus stel dat je heel veel met zo'n ja, macro of film, kan ook bij filmen, kan het ook natuurlijk dat je zo'n ding gebruikt dat je wat vanaf je middel af filmt. Ja, nou, dan gaat hij dus niet meer vanzelf aan en uit, hè, of wisselt hij niet automatisch. Hoef je ook niet naar een menu toe, maar kun je dat gewoon via een knopje geregeld krijgen. Dus tot zover het instellen van het wisselen van LCD en EVF. Eerst door naar instellingen te gaan. En dan heb je op optie 4 heb je weergave instellingen. Die zet je dus op handmatig en eventueel op scherm. Ja, en vervolgens ga je naar de CFN3. Ja, bediening overig. En daar kies je dan de optie om MFN, hè, dat is deze knop, ja, om dat toe te kennen aan wisselen tussen VF en scherm. Tot zover.